Leuven met dezelfde elf als tegen Club Brugge. Opvallend is dat we nog altijd met 3 van achter blijven spelen. En hopelijk komt Kaba. Castella met de actie. Typische actie naar zijn linkervoet. De voorzet, tweede paal, Bastiaan gezocht. Niet gevonden, Bocadi. En dan het schot voorlangs van Dunham. Schoten zijn van standaard voorlopen. En Nkunku, Jimmy Rout moet zich haasten. Dan houdt die bal wel binnen, maar dan niet voorbij Mercier. Dus de recuperatie van Oud-Heveren Leuven. Mercier de voorzet is prachtig. Tweede paal, Martensen! Het doelpunt van Oud-Heveren Leuven. Schitterende paas van Xavier Mercier. En weer Martens die scoort. Zijn 6e van het seizoen. Assist nummer 8 voor Xavier Mercier. Jimmy Rot, ja, ik kon het niet goed zien. En een fantastische set in de rug van de verdediging. Fai die ook te laat komt, die zijn man laat lopen. En ja, heel moeilijk te verdedigen. Hè. Tussen keeper en verdediging. En, maar Fai laat zich toch wel aftroeven bij die fase. Ja, Fai die kijkt nog een beetje naar Bodar, maar die kan nooit bij die bal. Nee, absoluut niet. Dus, Bastiaan laat voor Carcela, die dan meteen terugkrijgt. Opnieuw steken, Durm tot bij Bocari. Bocari en dan Rudarsson. En dan Fai, Rudarsson is daar te laat. Nog niet gedaan, Muleka en de gelijkmaker. En buitenspel. Oplacht door assistent van Alexandre Foucault. Dat gaan we moeten terugzien. Een herhaling. En of het geen penalty is misschien? En hier is het buitenspel al voorbij. Of niet? Ah nee, het is hier Bocadi. Maar ja, raak. Mag van Foucault. Kaba, live is dat schrik. Dus zend dan maar. Vindt Muleka. En Carcela. Met Bastiaan zijn daar binnen en trappen. Bastiaan, de save van Rudarsson. Durm in de rebound. Kan hij trappen? Ja, ah, trapt. Op Malinov. Van Rudarsson. Hier Muleka die bal goed bijhoudt. Carcela die Bastiaan vindt. En die naar binnen gaat en tweede paal opzoekt. En een goeie. Soms dingen die je niet hoeft te doen. Had gewoon achter de speler moeten blijven. Een vrije trap dus voor Standaar met Durm. En daar de kopbal tegen de lat. Voor de lijn weggewerkt. Grote kans voor Standaard. Nee. Het is Bocadi die op de lat kopt. En zoals wij zeiden bij die overtreding, hè, onnodige overtreding. Met Bastiaan, Schrijvers blijft liggen. Kaba, gaat hier door. Nee, uiteindelijk Fai, bal gaat er niet weg. Flipperkast. Oh, Bocadi, wat die doet daar? En de plaatsbal recht in de handen van Bodar. Bocadi probeert daar nog even uit te voetballen. Geen fout, zegt Foucault weer. Een paar keer dat hij laat voetballen. Het publiek is hier woedend. En daar een goede interceptie. Kaba doordraait tot bij Altamari. Altamari naar zijn linker. Gaat die bal plaatsen, maar is zwak dat schot. Bodar met het foutje en de hoekschop voor Oud-Heveren Leuven. Standaard heeft het moeilijk, Olivier. 2-3 goede kansen naar elkaar. Hè. Kaba die het overzicht bewaart, die Tamari vindt. En ja, ik denk dat Bodar daar wel iets beter kon doen. Hè. Kon die bal misschien gewoon pakken of laten gaan. Ik denk dat hij er niet in gaat. Maar Leuven... Complimenten van Mark Vlijs. Sorry, Kaba. Mercier. Nou, prachtige bal van Mercier weer voor Maarts. De lopen blijft de vlag beneden. Maarts stiften over Bodar. Prachtig doelpunt. En de vlag blijft beneden. Prachtige goal van Mathieu Maartens. En weer het duo Mercier-Maartens. Weer een prachtige actie van Oud-Heveren Leuven. Fai die blijft hangen. En hij wordt ook niet opgepikt. En ja, dit is wereldklasse. Prachtig afgewerkt. Dat kan niet, Mathieu Maartens. Maar Olivier, we zeiden het nog net daarnet. Wat ruimte weer in die defensie van Standaard. Ja, Standaard op zoek naar die gelijkmaker. Hè. En dan komt automatisch wat. Carcela krijgt een zetje van Malinov. Maar Standaard blijft in balbezit. En dus live is. Moet inschrijven. Live is van ver. Live is knal. Rudarsson begeleidt de bal naast een paal. Ja, Live is die infiltreert. En die zoals vorige week. Dus Durm gaat trappen op een bal die hij niet zelf heeft klaargelegd. En hier komt die vrijtrap van Durm over de muur. Maar ook recht in de handen van Rudarsson. Te centraal. Hier Schrijvers. Je hoort de coaching op de bank van Oud-Heveren Leuven. Muleka het foutje nog met Dunham.
zijn is mee. Dellen naar binnen komen. Dellen moet trappen. Dellen moet trappen. Maar trapt op de Waast. Bastiaan uit de tweede lijn. Dellen nog eens. Plaatsen. Weer afgeblokt. Uiteindelijk Muleka buitenspel. En Lucien trapt de bal binnen. Maar het was buitenspel al gevlacht van Muleka. Assistent vond het overduidelijk. Ja, Dellen met de actie. En ja, dat wordt een vakmomentje, denk ik. Het is heel close. Ja, maar ja. Is het met zijn 4-3 bij Standaard. Nu moeten de juiste keuzes gemaakt worden. En Nkunku, wat doet hij? En Nkunku gaat zelf trappen en trapt tegen de paal. Buitenkant paal. Hij ging zelf zijn kans. Zit dan tegen voor Standaard. Ja, goed balrecuperatie van Nkunku. Geen fout? Ja, heel licht toch. En dan 3-4. En Nkunku beslist om zelf af te drukken en jammer genoeg op de paal. Klaus net een tikkeltje te traag om bij die bal te geraken. De Waast. Hoe dit is kort. Runarsson stond er aan naast. En hier het doelpunt. Nee, de save van Runarsson. Wat een redding van Runarsson. En Tafsoba geraakt door Runarsson. En ik denk een open wonde hoor bij Tafsoba. De Waast die nog altijd niet hersteld is, denk ik, van zijn hoofdwonde. En ja, dit moet je altijd scoren. Blijft wel een goede redding, maar dit moet altijd binnen. Hier kijken, wat doet Runarsson? Ja, die knalt op Tafsoba en daardoor ligt dat scheenbeen. Dus opletten voor een ingestudeerd nummertje. Nog gaat Lestienne rechtstreeks een kans. En hier komt Maxime Lestienne rechtstreeks. En de save van Runarsson in de hoek. Goeie vrije trap van Lestienne. Ja, goede vrije trap van Lestienne. De muur, ja, de muur die open gaat. Dus de keeper zal niet content zijn. Runarsson zal niet content zijn met zijn muur. Nu de gele kaart voor Rushkessar, terwijl er 12 minuten gaan bijkomen. Fai, moet openen, tot bij Dunham. Moet die bal eens goed brengen, Dunham. Hier de voorzet, maar nee, het is een schot. Runarsson tikt de bal erover. Ja, goed opzij gelegd van de Fai. Doen we met terug een actie naar binnen. En een geslaagde actie. En een heel goede rechter van Runarsson. En een extra man daar voor die hoge ballen. Keita haalt de bal weg. Fai moet trappen en trapt hem binnen. Heerlijke goal van Collins Fai. Wat een streep op Jaffa aan de bal bij de hoekschop. Knalde hij hem heerlijk hard binnen. Runarsson, ja, hier kon hij niets aan doen, maar wat een goal. Ja, we hebben fantastische goalen gezien vandaag. Fai raakte perfect. Juist naast de paal. Fantastisch. Die wil nog eens combineren. En nu Keita op de bal. Bukola nog altijd voetballen. We gaan op 13 minuten geraken. En hier afleggen. Live is. En de schot gaat net naast de kruising van Runarsson. Gaat er niet. Zo ver naast. En nu fluit Alexander Bukola wel af. Oud-Heven Leuven wint met 2-1 van Standaard. Iedereen hier recht. Een zeugen die deugd doet, Olivier.